gruwelijk verbazingwekkend. Want er zijn in de loop der eeuwen natuurlijk in een afstand van 200 meter, veel meer is het niet dat we gaan doen, zijn er aparte dingen gebeurd. Nou, en dan was het wel eens feest in het dorp. Niet voor iedereen, voor de veroordeelden niet. Ik ga niet alle verhalen helemaal letterlijk voorlezen, wees niet bang, maar eentje doe ik er. Dan heb je een beetje een indruk. Het gaat over een executie. Hier tegenover, ongeveer waar de auto van Huub staat, die zwarte auto. Ja, ja, bij zo'n executie, er komt nog heel wat bij kijken. Dat is niet zomaar een koord over een houten stellage gooien en iemands hoofd in een lus douwen. Dat is niet wat nonchalant met een zwaard staan zwaaien en vervolgens mee passant iemands hoofd van dienst romslaan. De voltrekking van het doodvonnis van Peter, de zoon van Jan Peter Gielens, ik praat over het jaar 1686, kostte voorbereiding en nazorg. Het horen van getuigen, het onder marteling verhoren van de verdachten. De reis van de schepen naar Aldebiezen. Het zoeken, ophalen, terugbrengen van een scherprechter. Een beul. De man rekende 25 gulden en 3 stuivers. Een koopje. Juridisch adviesgeld, de verteringen met meneer commandeur. Die kwamen vooruit het kasteel. En de naburige officieren. Dat zijn dus de schouten van de andere dorpen. Die werden allemaal uitgenodigd. Het was feest. Jacob Herbertszoon van Wetten die kwam uit Helmond, want die had een weddenschap met alle Gemeentenaren afgesloten. Hij zei, ik zal binnen een dag tussen zonsopkomst en zonsondergang, zonder rutselen of rad, zonder kracht van water of wind, een mut roggen of meermalen, zonder wind of watermolen. Nee, dat kan niet. Die vent is malende, dacht iedereen. En ze wedden, want ze dachten, het is makkelijk verdiend. Nou, daar kwam hij. Degenen die een foldertje hebben, die kunnen het zien. Met dit wagentje. En daar ging hij die weddenschap mee winnen. Het was een molenwagen. Had hij zelf bedacht, uitgevonden. Die technische variant in de DNA, in de DNA van de verwetters is er daarna volledig uitgegaan. Maar in ieder geval, er lagen twee molenstenen plat op die wagen. In de bovenste had hij vierkante gaten gehakt. Had een stuk of 12 balkjes bij zich. En op het moment dat het feest begon, stak hij die 12 balkjes in die gaten in die molensteen. Die balkjes die raakten in de wielen van de kar. Het paard werd aangezet. Het geheel begon te draaien. Er stond eerlijk waar ook nog een molentje op. Of een oventje op. En om het feit te verzachten en troost te bieden dat hij al die Gemeentenaren geld afhandig had gemaakt, heeft hij er kermieke deeg in laten bakken. Dat was wel een tractatie. Kermieke deeg is namelijk het deeg dat je nodig hebt voor krentenbrood. Waarom was hij zo apart? Nou, het was geen prettige man, die pannenkoek. Afschuwelijke verwensingen en mishandelingen waarmee hij zijn vrouw bejegend. De ijselijke vloeken waarmee hij, vooral als hij dronken is, zijn woordkeuze doorspekt. En de beroemde scène waarin hij hier ergens in de openbare ruimte copuleert met, hoe toepasselijk is haar naam, Bets Cats. Dat doet aan het status en het imago van het dominee ambt toch wel enige afbreuk. Zult u met mij eens zijn, niet? Ja. En op het schild woonde een echtpaar dat het niet zo goed met elkaar kon vinden. Lambert Peters van der Aa, de man, en Johanna Pauwelsen van de Berglaren. Het liep zo uit de hand dat vier buurvrouwen worden gehoord door de schout. Nou is een verhoor meestal niet leuk, maar deze vier dames die vonden het prachtig dat ze verhoord werden. Want dit was gelegitimeerd roddelen wat ze mochten doen. Ah, dat is toch fijn, hè? Nou, zeggen ze, heer Schout, zullen we maar meteen beginnen? Wat wilt u allemaal weten? En de Schout zegt, hebben jullie wel eens gehoord dat Lambert dreigde Johanna het leven te benemen? Ja, wat zullen ze zeggen? Ja, ze hebben Lambert wel eens tegen zijn vrouw horen zeggen dat hij haar de hals zou breken. Maar of hij dat nou echt serieus meende? Zegt de Schout. En heeft Lambert zijn vrouw niet diverse malen het huis uitgejaagd? Ja, dat hebben ze allemaal wel een paar keer zien gebeuren. Ja, giegel, giegel.
En heeft Lambert niet geroepen dat hij al zijn geld en goed zou opmaken om zo zijn vrouw door honger en gebrek te laten vergaan? Jawel, jawel, maar ach, heer Schout, daar zou hij dan toch zelf ook last van hebben gehad, niet? En heeft Lambert niet elke dag zijn vrouw mishandeld? Ja, ja, ja. Ze hebben Lambert allemaal wel eens naar Johannes zien schoppen, ja. Ah, maar meestal was het toch vooral schelden wat hij deed. Hoewel, er is een keer een mes door de lucht gevlogen en Lambert heeft ook een keer met een degen in zijn hand naar zijn vrouw gezocht. Terwijl Johanna toch een goede vrouw is, of niet? Zeker, zeker. Ze heeft altijd vroeg en laat haar huis goed gadegeslagen en alles gedaan wat een vrouw moet doen. Die kerken werd de gevenkenissen op ten huis van Gemert genoemd. Dat klinkt mooi, maar in de winter stond er zo'n laagje water en er was maar één plek, één stenen verhoging, waar je je voeten uit het water kon verheffen. Stel je eens voor, maanden in ijskoud water moeten of vlak erboven. De meeste mensen die haalden de galg niet. Gingen hier al dood. Dat is wel gruwelijk, vind ik. En het licht dat binnenviel, dat was ongeveer een handbreed groot. Meer niet. Dus echt een donker hol, koud, kil, klam. Met de lichte zekerheid dat als je eruit kwam, dat het ook meteen je laatste keer was dat je daglicht zou zien. We komen in het jaar 1636. Is er op de plek waar dit huis stond ook iets heel vervelends gebeurd. In het hele dorp. Want het was het pestjaar. Er woonden in die tijd, wij waren toen een goed gevuld dorp. Er woonden ongeveer 3.500 mensen. En volgens de overleveringen waren er op een gegeven moment nog maar 350 over. Door dat pestjaar. Niet dat iedereen aan de pest gestorven was. Maar mensen waren ook vaak gevlucht. Je vluchtte voor de pest. Ze wisten, er is geen ontkomen aan als het eenmaal in het dorp is. Dus mensen maakten dat ze wegkwamen. En ook de overheid deed dat. En wat gebeurt er dan? En wij denken altijd aan de ellende van de ziekte zelf. Maar wat gebeurt er als de overheid weg is? Geen schout en geen vrijschut, een soort voorloper van de politie. Ja, dan gaan er gekke dingen gebeuren. En toen is dit huis, daar woonden een weduwe met een paar dochters, dat is overvallen door een bende. Met vuile en ongelikte woorden, schaamte belet die woorden te herhalen, hebben ze op de deuren en vensters gebonst. Let wel, het was een tijd dat van iedere 10 lieden kwalijk één thuis was. Ja, dat heb ik net verteld. Door de ziekte en de vlucht, waardoor het dorp desolaat was. Ik was dus alleen met mijn 2 dochters en hun jonge broertje. Die mannen hebben op elkaar schouders gestaan om te kijken of ze op die manier binnen konden komen. Ze hebben een hek afgebroken om daarmee de deur te forceren. Ze hebben met een geweer geprobeerd het slot kapot te maken. En toen dat allemaal niet lukte, hebben de mannen de ruiten, 16 in getal, ingegooid. Dames en heren. Ik heb het graag gedaan. Dankjewel. En ik zeg al, er zijn nog meer gruwelijke verhalen. Binnen- en buitengebied. Hou het foldertje erbij. Het maakt de fietstocht altijd net iets aparter en leuker. En een wandeltocht ook.